Het blog Mama Liefde die heeft een challenge opgestart. Dat duurt 4 weken en is in het kader van kerst. En de 4 weken worden bedoeld als adventweken. Complete nalezing daarvan kun je doen bij haar, want ik ben daar niet heel erg in thuis. Maar het idee staat me wel heel erg aan. Het idee is dat je elke dag, je hoort de hond ondertussen nog, dat je elke dag, of dat je per week meedoet aan een challenge. Het begint vandaag. En de eerste challenge is minimalisme. En de challenge is dat je iedereen elke dag 1 ding zoekt, 1 item zoekt, wat je eigenlijk niet meer gebruikt. En dat je weg kunt geven aan iemand anders. Wij hebben ervoor gekozen om allemaal 1 ding weg te geven en dit te doneren aan de voedselbank. Ja. Tess, ga nog even uitleggen wat een challenge is. Misschien heb je het ook gezien bij Food Gloss. Want daar gingen ze een pizza challenge doen. En eigenlijk was de pizza al klaar, maar gingen ze allemaal gekke dingen op doen. Roggerbrood, kattenvoer. Oké, dus meer een challenge is een uitdaging. Ja. Oké. Dus je doet mee, Tess? Ja, en de bedoeling is echt om... we kunnen ook precieshaarsjes dingen weggeven. Nee, je gaat gewoon zelf iets uitzoeken wat van jou is. En dat je eigenlijk niet meer gebruikt, maar dat je nog wel aan een ander kindje kan geven. En dat doen Rebecca Blokzijl, Rick, Tess en Adelines Leonard. Misschien zie je hem niet, is daar in beeld. Jij nog iets toegevoegd, Rick? Je zult van ons alle 4, of in ieder geval alle 3 of 4, ik weet niet hoe we het gaan doen. In ieder geval aparte beelden zien van wat wij weggegeven per dag. En dan sluiten we volgende week zondag af en dan de nieuwe challenge. Ja, tot volgende week. Doei! Doei. Zo, dit is dag 1 van minimalisme, dus dingen die we weg gaan geven. Ik vond het best lastig om iets te zoeken, dus ik heb uiteindelijk een kast opengetrokken en gekeken wat er dan allemaal staat. En toen kwam ik dit tegen. Ik zal even laten zien. Dit is een vergrotende spiegellamp. En hoewel die in de kast stond... Oh, kijk, daar ben ik. Stond er stof op. Dus ik heb hem even opgepoetst. En dit wordt mijn eerste item om weg te geven voor het minimaliseren. Vertel het maar, Tess. Wat ga jij weggeven? Ik ga een föntje weggeven. Als je dit wilt. Er zit ook geluid bij. En er zit licht bij. Waar is het licht dan? Kijk. Oeh, spannend. Oké. En dat ga ik weggeven. Nou, misschien goed. Heb je de volgende gezien van mijn moeder. Ja, klopt. Doei. Dat is voor het eten. Dat Sorry. Is niet om gewoon te... Kijk, ik ben aan het koken. Check, ik heb al eitjes gebakken. Moet er nog weggooien. Rijst aan maken. Ganassie maken. Dan zit Rick een ei op te eten. Sorry. Fijn. Voor de mensen in de voedselbank of aan de voedselbank. Voor de mensen die bij de voedselbank dingen halen, ja. Ik heb voor jullie, voor de dag 1 heb ik een hele stapel Pokémon-kaarten houden voor mij. En voor jullie, alsjeblieft. Nou, stop het maar in de krat. We hebben inmiddels een krat, kijk. Hier. En daar staat Tessa's item al in. Parfum en mijn spiegel. Dus dan komen jouw Pokémon-kaarten komen erbij. Kijk eens, Pokémon-kaarten, alsjeblieft. Alice, hou hier. Nee, jij mag niet mee, Alice. Nee, dus. Zegt u het maar. Ik geef deze schroevendraaierset weg. Nou, heel goed altijd. Het is weer tijd om te koken en dus na te denken over wat ik vandaag weer weg zou geven. Ik kwam deze nog tegen. Kunnen jullie dit al zien? Kijk hoor, ja. Dat is een elektrische nagelset. En ik gebruik hem nooit. Dus ik denk, nou, kan die ook in het krat? Gaat u maar. Ik ga dit prinsesje weggeven. Het is een zeemermin. En dit is Hello Kitty. Doei! Vandaag geven we weg een draadloos weerstation. Van HP. Heel goed, Alvin. Zo. Dit is dag 2. Dan geef ik dit boek weg. Wat leuk stem hier. Het is de Gisterbus 6. Oud boek van mij. Ik denk dat mensen dat wel leuk vinden. Dus dit is mijn gift voor dag 2. Vandaag is de 3e dag. Tessa had al wat weggegeven. En ik heb mijn badkamer... Oh, ik ga dit even omdraaien. Niet doen, Tessa. Ik laat je zo zien. Ik heb mijn badkamerkastje even opgeruimd. Het zijn allemaal producten die nieuw zijn. En die bij mij
in de badkamer staan. Body lotions, dit, de zuizel. Melkreiniger voor je gezicht. Dus dit, nou ja, van alles in ieder geval. Allerlei lukjes. En nou, die ga ik vandaag in het krat doen. Nou, en Tess, wat wilde jij nog zeggen? Ik heb gisteren heb ik 2 dingen weggegeven. Ja, dat is waar. Dus vandaag hoef ik geen video te maken. Maar nu maak ik wel een videoclip. Een videoclip. Nou, ik ga weer verder. Hey. Ja, zeg maar. Vandaag geef ik weg een aspergesnijder. Schiller. Dun schiller. Okay. Vandaag geef ik een grijze jagerboek deel 2 weg. Dus alsjeblieft. Volgende. Ik had gezegd dat je een paar dagen weggaat, dat je alles in één keer doet. Ik ga ook een paar dagen weg, dus dan doe ik nu alles achter elkaar. Misschien is dat slim om wat te vertellen. Dit is boek nummer 3 van de Grijze Jager. Dan kan ik ook wel raden wat de volgende is. Nummer 1. Nee, die heb ik niet. Ik heb wel nummer 4. Dus we hebben niet het eerste deel? Nee, het eerste deel hebben we niet. Lekker handig. Als je die wilt lezen, ja, sorry. Dus het laatste wat ik weggegeven voor deze week. Nee, want zondag moet je het weggeven. Zondag? Ja. Oh ja. Nou, voor één na laatste dan is een Donald Duck. Dat is een Pocket Edition, nummer 158. Alsjeblieft. Dit knopje hier achter klikt, gaat hij aan, weet je. Dan kun je dingen weggeven en zo. Okay. Ja, leuk hè. Ik geef wat is dit? Hij moet een beetje normaal doen! Stickers geef ik weg. Misschien niet. Boop-tie-doe. Alsjeblieft. Het enthousiasme. En nou uitzetten? Nee, zo gaat hij niet uit. Hoe zeg je het? Nee, je moet wel via de uitknop. Dit is een pauzeknop. Je weet toch wel verschil tussen een pauze en een uitknop? Nee. Ja, kijk. Is dat goed zo? Heb ik dat goed gedaan? Ja, dat is goed gedaan. Okay. Tessa heeft zichzelf opgemaakt. Ja. Met stift, nee? Wat was het? Tuinpennen. En ik heb hier een boekje. Ja. Over de boerderij. Mm-hmm. Dan kan je allemaal leuke bordjes leren. Die ga je weggeven? Ja. Nou, stop maar in de krat. Kip, ei. We hoeven geen boekje voor te lezen, schat. Hé, hey, stop maar in de krat. En hoefsmid. Heb je me nou gehoord? Ja. Stop maar in de krat. Zeg maar doei. Doei. Ik vind het steeds lastiger om wat weg te geven. We hadden namelijk net alles uitgezocht voordat we aan deze challenge begonnen. Dus ja, en we waren van het pand terug verhuisd naar huis met het bedrijf. Dus we hebben heel veel weggegooid, weggegeven en verkocht. Dus het is best moeilijk nu mijn kast door te gaan. Ik kwam in mijn andere kastje kwam ik deze nog tegen. Vuiltjes, dus nou ja, die gaan dan in de kist en dan kijk ik morgen wel weer verder. Doeg! Het is inmiddels zaterdag. Dat is de ene laatste dag van het Advent Eerste Challenge. Dus het weggeven van iets dat je niet meer nodig hebt aan iemand anders. Gisteren hebben we niet gegeven, of wel gegeven, alleen nog niet gevlogd. Want vrijdag voor ons gewoon de drukste dag van de week is. En dus doen we het vandaag. Ik laat even zien, Tessa die had de kamer opgeruimd, uitgeruimd en daar is een aantal spullen van overgebleven. En die gaan dus ook naar de voedselbank. En ik heb boven nog een paar spullen liggen die ik dan inlever. Dus dat komt hier. Zoals je ziet nog een krat met allerlei poppen en een dekpot en nou ja, nog wat spullen. Nog een tafeltje, daar zit nog een krukje bij, dat zie ik nu even niet. Die stoel gaat dus mee met Poef. Een leren designerstoel die nu naar de voedselbank gaat. Maar ik hoop dat iemand er echt blij mee is. Dus dat was het voor hier. En dit zijn de spullen die ik nog gevonden heb die mee kunnen. Ja, scheermesjes. Alles is niet gebruikt. Ik heb wel een elektrische tandenborstel nog gevonden. Doe ik ook nog. Die gebruiken we dus ook niet. Borsteltjes erbij. Nog een boek. En dan denk ik dat we voor deze week aan de challenge vandaag voldaan hebben. En morgen sluiten we hem af. Alhoewel, Aldwin en Erik moeten nog dingen doen. Ja, je moet ook gaan zitten. Dat past niet. Jawel. Dan kom je hier ertussen staan of zo. Ja, wat? We gaan heel even nu alles filmen wat we allemaal gaan weggeven. Nee, want dat hebben we al gedaan. Schat, ja. Alleen Aldwin had nog een paar items. Ja, ja, een bodyguard. Voor je leven te redden in de auto als je het water raakt. Een pot om je koffiepads in op te bergen.
en een prachtige hamerlader met oplaadbare batterijen. Maar we zeggen niet dat het is van beter batterij. Dat zeggen we niet. Nee, dat zeggen we niet. Nou, dit was onze week met de spullen weggeven. Zoals je ziet hebben we aardig knat vol. En beneden in de gang staat nog meer. Dat heb ik gisteren gefilmd. Dus dat kunnen jullie ook zien. Hoe vond jij het om te doen, Tessa? Ja, best leuk. Maar het was wel de moeite waard. Want we vonden... Want ik had niet echt veel spullen om weg te geven. Was ook bij mijn vader en bij mijn moeder en bij Rick. Het was best moeilijk. Het was best moeilijk, hè? Ja. En jij, Rick? Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ja, nou heel goed. Altijd. Nou, het was best wel moeilijk om dingen weg te geven. Vooral omdat ik niet heel veel dingen heb. Maar ik heb gelukkig toch nog wat dingen weten te vinden die ik weg kan geven. Nou, dit was onze Advent Challenge voor de eerste week. De tweede week is een momentje voor jezelf, dus die slaan wij even over. Hoezo? Nee. Hoezo? Oh, ik wil wel een momentje voor zichzelf gaan besteden. Ik filmen met zijn momentjes. Dus we kijken even wat we volgende week te bieden hebben. Leuk dat jullie meekeken. En doeg. Ga je nog zwaaien? Doei. Doei. Oh, doei!